Ja, Yellowstone. Wat hebben we het geweldig gehad daar. Echt de structuur en de kleuren, super gaaf. En de dieren die we zagen, voornamelijk de beren, ja, die waren toch echt wel het indrukwekkendst. Ja, deze video is een beetje anders dan anders. Want ja, Yellowstone past gewoon niet echt in de video van Utah. Maar ook niet in die van Canada, waar we nu al zijn. Dus is het eigenlijk meer een beeldende samenvatting geworden van alles wat we daar mochten aanschouwen. Voor Yellowstone brachten we eerst nog een bezoek in Grand Teton National Park. De scenic route was net vrijgemaakt van sneeuw en alle wandelpaden waren nog ontoegankelijk, maar de nog dichtgevroren meren waren indrukwekkend om te zien. Helaas was de weg naar het zuidelijke deel van Yellowstone nog dicht en moesten we een flinke omweg maken van een paar uur om er te komen. Nadat we nog een dag met regen uitzaten, gingen we het park in. Bizar hoe gaaf dit. Wow, kijk eens daar jongens! En als jullie dit cool vinden, dan stuur een filmpje terug. Mijn papa lachte. En dit is mama. Hey, zal ik hem uitzetten? Nee. En papa en Carlijn samen. En er is ook ergens kokende modder. Lekker geurtje? Nee! Waar ruikt het naar? Rottende eieren! Papa! Eieren? Heb je dat ooit geroken dan? Nee, maar mama, jij hebt me dat verteld! Oh! Nee, dat is een coyote. Hey, you need a good one. En de deer, kijk daar. Kunnen jullie hem zien daar? Ja! En ik zie nu één welpje. Ja, één welpje. En de mama is nu aan het knuffelen, zie je dat? Oh, kijk, ze gaan spelen! Hé, Nienko, hoe cool is dit? Heel cool. Echt. Kijk, ze komen onze kant op nu. We hebben onze eerste beer gezien. Derde gezien. En het vijfde, hè? Precies. Kijk daar, wil dat staan. Dat is niet goed. Kijk, die beer klimmen. Zie je die grote beer in de boom klimmen? Deze moeder, met haar twee welpen, die we zagen op het einde van de dag, waren echt de kers op de taart. Nu op weg, noordelijk, de grens over naar Canada. Vond je deze video leuk om naar te kijken? Geef dan een duimpje. En nog leuker, laat weten wat je ervan vindt in de reacties. Tot in Canada!